De geschiedenis van Amsterdam begint in 1447. Daarvoor was het één met Oud-Alblas. Het dorp dankt zijn naam aan de rivier de Alblas, waar een dam werd aangelegd. De sluis en de dam herinneren ons hieraan. Op 11 mei 1940 werd Amsterdam getroffen door het bombardement. Hierdoor ging veel verloren. Gelukkig werden ook enkele typische Amsterdamse straten gespaard, zoals de Kerkstraat. Veel is er veranderd en zal nog veranderen. Tijdens een autoritje door ons dorp zien we de Dam nu en de karakteristieke Kerkstraat, die nog steeds trots haar oude toren toont. De opkomende industrie, zoals de scheepsbouw, gaf werk aan velen en maakte de bouw van extra wijken noodzakelijk. Nog een voorbeeld van veranderingen. Waar eens Verolme prachtige zeeschepen bouwde, is een nieuwe wijk ontstaan, Alblasserwerf. Of via de wijk Kinderdijk, eerst met de grond gelijk gemaakt en daarna weer opgebouwd. Een mooie woonwijk ontstond en wordt met recht Nieuw Kinderdijk genoemd. Mede door de inzet van HVA werden veel woningen gerealiseerd in de sociale huursector. Weer een wijk die totaal is gesloopt en weer opgebouwd. De Drentse buurt, waar bovendien het onderlinge sociale contact hoog in het vaandel staat. Mede dankzij HVA ontstond een prachtige nieuwe Drentse buurt. Met een centraal binnenplein voor de jeugd en waar velerlei evenementen worden georganiseerd. Thank you.
We rijden verder en zien de flats aan de Pieter de Hoogplaats. Woningen die van lieverlee geschikt worden gemaakt als seniorenwoning. Verder rijdend naar het Scheldeplein, waar in het Scheldehof velen van een oude dag konden genieten, zal het aanzien compleet veranderen. Dankzij de HVA worden aan de Van Eesteren Singel en Groene Zoom meer dan 50 seniorenappartementen gerealiseerd. Iets waar Amsterdam dringend behoefte aan heeft. Zo zullen deze huurwoningen aan de Van Eesersingel gesloopt worden, om plaats te maken voor een schoolgebouw. Hier zien we de Lange Steeg, het jongste bouwproject, en we rijden verder over de oude torenbrug richting Rotonde en naar het einde van dit ritje, waarmee we u een beeld hebben trachten te geven van een constant veranderend Amsterdam en dus ook voor de huurders. Die constante veranderingen zorgen ervoor dat een actieve en daadkrachtige huurdersvereniging altijd nodig zal blijven. En dat wordt nog eens onderstreept door het bestuur van HVA, Petra Ardon, Theodor Lorijn en Harry Struik.